De titel van mijn column is A en B. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Deze uitspraak deed de van Wiege afscheidnemende burgemeester Hans Verheijen afgelopen woensdag in het nieuwscafé van de Gelderlander in Café Anneke. Hij doelde daarbij op de ambtelijke samenwerking tussen Wiege en Druten. Die bevalt volgens hem zo goed dat je bij een evaluatiemoment niet al te moeilijk moet doen om de stap naar een bestuurlijke fusie te nemen. Zoiets moet je in een volle wiegendse bruine kroeg zeggen. Dat was een eenkoppertje voor de interviewende journalist van dienst. Ter plekke werd met handopsteken... een niet gepland bruine kroeg referendum gehouden... of fusie met Druten een goed idee is. Nee dus. Een fusie met Druten zou erg zijn... maar een fusie met Nijmegen zou nog veel erger zijn... Een al dan niet officiële historica haalde de Romeinse tijd erbij. Opgavingen hadden aangetoond dat rijke Romeinen in Wiege aan het meer gingen wonen. Het Romeinse plebs bleef in Nijmegen. Wiege was daarmee het Romeinse wassenaar van Nijmegen, al dus de Romeinenkenner. Zo hoor je nog eens wat in een volle kroeg. Tegenwoordig zijn overigens dezelfde woonprocessen te onderscheiden. De gemeente Heumen denkt na over een woonvisie. Een van de varianten is om te gaan bouwen voor de opvang van buiten. Daarmee wordt niet bedoeld het bouwen van veel sociale huurwoningen om de druk op de Nijmeegse huurmarkt te verlichten. Kom op, zeg. Er wordt onder andere gemikt op werknemers van de universiteit en het ziekenhuis. Die instellingen liggen inderdaad dichter bij Malden dan bij Lent. Om nu te beweren dat Malde daarmee het Wassenaar van Nijmegen is, is te veel eer voor Malde. Maar Brakkestein Zuid komt toch een eind in de richting. Als minister van Binnenlandse Zaken Kasia Olloren zich toch moet buigen over een mogelijke gemeentelijke herindeling rondom Wiegen, moet ze ook eens richting gemeente Heumen kijken. Met ruim 16.000 inwoners is dat bijna 6.000 inwoners minder dan Dukenburg. Ik bedoel maar. Dan kan Malde net zo goed bij Nijmegen gevoegd worden. Is in één klap het probleem van de windmolens langs de A73 opgelost. Ten eerste is het stadhuis van Nijmegen groter dan het gemeentehuis van Malde, waardoor alle tegenstanders van windmolens wel naar binnen kunnen in plaats van buiten moeten staan op last van de brandweer. Ten tweede kunnen bezwaarmakers uit de Wezenhof gewoon in Nijmegen blijven. Maar het allerbelangrijkste voordeel zou zijn dat Nijmeegse raadslieden niet zulke keutelintrekkende broekenpoepers zullen zijn als hun Maldese collega's. Geen huizen langs de A73, dan maar windmolens op die plak. Malde dus bij Nijmegen. Nederasselt en Overasselt kunnen zonder problemen bij Wiegen ondergebracht worden. Kernachtig Wiegen kan er nog wel twee kernen bij hebben. Blijft de vraag over. Wie het dorp Heumen erbij wil hebben, op matrixborden boven de snelwegen laat de Rijkswaterstaat vaak de leus van A naar B te zien. Of Wiegenaren en Drutenaren de uitspraak van Hans Verheijen ook zo zullen interpreteren, valt nog te bezien. Laat een echt referendum maar doorkomen.